Een hele goede middag op deze woensdag. Het is vandaag 20 juli. Ik ben klaargemaakt. Leuk dat je meekijkt naar een nieuwe weekvlog. Ik zweet me echt nog steeds helemaal kapot. Het is nog steeds 29 graden. Als het goed is komen er vanmiddag buien aan vanavond. Daar hoop ik op. Morgen wordt het 19 graden. Dat is echt veel beter. Dus we zitten hier nog steeds in het donker. Ik heb echt met klaarmaken, ik had die warme lampen op me en ik voel het zweet gewoon zo over mijn gezicht gaan. Maar goed, weet je, het is wat het is. Ik heb gisteravond gekeken naar Ik weet er alles van. Was wel weer leuk. Daarna de BNB vol liefde. Ik hoop nu vanavond ook weer wat andere kandidaten, want de laatste dagen zijn het heel veel dezelfde. Maar ik vind die ene man die bij Ted is, vind ik zo zielig. Het is zo'n goeie man en zij is zo... Ik weet niet, zij is gewoon heel goed gebackt. Dus gewoon, ja, ik had gewoon echt medelijden met hem. Ik heb daarna eventjes Tropenjaar gekeken, was leuk. Ik heb de vlog afgemaakt, ik heb mijn foto's bewerkt. Ik heb ze nog niet helemaal afgekregen, want mijn laptop is nog altijd een beetje traag. Frank's laptop is klaar. Ik krijg nu die van mijn vader nog om te doen. En als die klaar is, ga ik mijn eigen laptop eventjes doen. Dus dat, ik heb lekker mijn Netflix serie gekeken, seizoen 2. Het ging echt heel bizar van start, dus ik was echt een beetje verbijsterd. Ik moest even helemaal inkomen en daarna flikken, dat was ook wel weer mooi. Ik ga zo meteen boodschappen doen en naar de IKEA. Dus ik ga even hier stofzuigen en de kattenbakken doen. Boodschappen, tassen pakken, even alles een beetje klaarzetten en dan ga ik straks de deur uit. Ik ga jullie daar wel eventjes bij meenemen, proberen. Dus dat is de planning. Ik heb op zich wel goed geslapen, maar je zat heel erg deken wel, deken niet. En dan merk ik toch dat ik niet zonder deken kan slapen, maar het was wel echt erg afzien. Maar goed, dat heeft iedereen. Mijn vader die moet nu nog een klein half uurtje lopen, dan is hij alweer binnen. Ik had de app van de Nijmeegse Vierdaagse, maar die werkt niet helemaal. Volgens die app was hij nog niet eens gestart, terwijl hij om 6 uur al van start ging. Dus ik dacht, nou, dat gaat niet helemaal lekker. Maar goed, ik ga even gauw wat dingen doen en dan ben ik zo meteen klaar als mijn coach komt. Dus ik zie jullie later. Nou, dit is hem dan, de kaart voor lente met Boomba en twee erop. Hele leuke trein, hiep hiep hoera, leuke verjaardag. Ik vond hem zo leuk. Ik heb deze echt een aantal maanden geleden al gekocht. Volgens mij al in april toen kwam ik hem tegen in een winkeltje. Heb ik hem al gekocht. Toen was ik eind vorige maand in het winkeltje en toen hadden ze hem ook niet meer. Toen was ik heel blij dat ik hem had meegenomen. Maar Lente is helemaal Boomba fan. Dus ja, deze kaart zag ik en ik dacht, deze is op Lente haar lijfje geschreven. Dus helemaal top. Ook echt wel een hele mooie envelop erbij met een glansje erin. Dus ja, super top. Ik ga jullie even de boodschapjes laten zien. Het was echt super leuk bij de IKEA. Het was weer lekker cool. Ik ben echt super leuk geslaagd. Ik zal er nog een aparte shoplog van opnemen. Dus die komt er nog aan. Ik heb daar lekker mijn cappuccinootje op, want die mis ik natuurlijk al een tijdje. Ik heb een hele vieze bril. Dus dat was even heel lekker. Ik heb nog even een ijsje gehaald daar. Het zijn wel duurder geworden. Die waren altijd 99 cent. Nu, of altijd 50 cent, nu 99. Ik ga jullie even de boodschappen laten zien. Toiletpapier. Ja, dat moet weer gebeuren. Ik heb een short samen gekocht. Dit is een gewoon een nachthemd van de Pink Panther. Bij de Lidl. Aardappeltjes. Kattenvoer. Ik heb twee keer Remia frietsaus gekocht, want die was nu bij de Boni in de aanbieding. Koffiemelkjes. Ja, iedereen doet nu heel veel. Scheergel. Ben je al klaar, zeiger? Toch? Natuurlijk de spekjes. Ik heb een badpak gekocht bij de
Lidl. Ik had eigenlijk helemaal geen zwemkleding. Dus ik dacht, nou, deze was maar 5 euro. Ik denk, ik kan het wel proberen. Of dit past. Dus die moet ik wel even passen. Want ik weet natuurlijk niet of die past. En hij heeft ook een beetje cups. Dus ik ben wel benieuwd. En ook nog een short samen met een broekje met Bugs Bunny. Dus die. Dan hebben we nog mondwater. Dat. Chocomel. Vocht en toiletpapier. Speklapjes. Die zijn voor maandag. Een broccolietje. Boontjes. Slaapvinken. Klein flesje olie. Kippensoep in een grote pak. Mini crackertjes. En een botertje. Dus dat was alles. Ik ga dit nu ook mooi even opruimen. Dan ga ik even douchen. Straks lekker eten. En vanavond is het weer tijd voor Ik weet er alles van. En de BNB vol liefde. En wachten tot de regen. Op de terug van de IKEA hadden we een klein beetje regen. Daar ga ik zo op wachten. Nou, verder misschien vanavond nog even een tropenjaren naar de BNB vol liefde. Ik moet mijn blogpost schrijven. Ik moet even nog een paar laatste foto's afmaken. Ik ga sowieso mijn Netflix serie kijken. En uiteraard weer flikken. Dus dat wordt het ook. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Want ik ga nu verder niks meer doen. Even bijkomen. Zo even lekker douchen. Want ik ben nu aardig moe. Dus nou ja goed. Ik zou bij deze in ieder geval zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze donderdag. Het is 21 juli. Ik ben klaargemaakt. En vandaag is mijn lieve opa jarig. Die is 88 jaar geworden. Het is de vader van mijn vader. En ik heb vorige week een kaartje geschreven omdat ik wist dat ik er niet heen zou kunnen. Die had ik aan mijn moeder meegegeven. Mijn ouders zijn echt al 20 jaar gescheiden. Maar omdat de band eigenlijk altijd gewoon goed is gebleven, heeft mijn moeder ook altijd nog een hele goede band gehouden met mijn opa. En die is daar vanmorgen even gezellig op de koffie geweest. En daardoor kon ze ook de kaart meenemen. Dus dat is wel super, super fijn. Maar ook alweer een hele prestatie hoor, 88. Vind ik wel heel bijzonder als je die leeftijd mag halen. Nou, ik heb vandaag op de planning, ik moet even twee video's opnemen. Ik ga daarna de cadeautjes inpakken voor lente. En ik ga nog even diamond painten. Dus dat is eigenlijk voor nu wat ik wil gaan doen. Het is zo lekker afgekoeld. Ik zal eens even kijken hoeveel graden het nu is. Het is in huis hier nu 27 graden. Dus dat is nog steeds wel warm. Maar ik merk gewoon dat het wel verkoelt. Omdat ik nu de boel tegen elkaar open heb staan. Het is 19 graden buiten. Het is inderdaad lekker bewolkt. En het heeft gisteravond al wel iets geregend. Maar vandaag komt er als het goed is nog veel meer regen. Dus heerlijk. Ik heb gisteravond gewoon weer naar Ik weet er alles van gekeken in de BNB vol liefde. Daarna nog een tropenjaren. Toen heb ik mijn blogpost geschreven en mijn vlog ingepland. Even de thumbnail gemaakt. Toen ben ik mijn Netflix serie gaan kijken. Ja, dat is best wel een, ja, het is best wel een beetje bizar. Want het heeft nu weer hoe het nu verder gaat. Seizoen 2. Ik moet er ook echt wel weer eventjes inkomen. Maar ik vind het wel heel leuk dat er seizoen 2 is. Ik zag ook dat Virgin River het nieuwe seizoen online stond. Dus als ik deze serie heb afgekeken, ga ik gelijk door weer naar die serie. En daarna heb ik gewoon flikken gekeken. Dus dat was het verder ook wel. Dus niet heel veel bijzonders. Ik ga nu even stofzuigen. Dan moet ik even de boel een beetje opruimen. Want het is een beetje een bende. Spullen van IKEA staan overal. Dus het moet allemaal ook eventjes opgeruimd worden. Dus ik ga gewoon even aan de gang. En ik zet jullie straks even erbij als ik de cadeautjes ga inpakken. En dan zal ik ook even laten zien wat ik nou allemaal voor lente heb. Maar goed, ik ga nu eerst eventjes stofzuigen en filmen voor jullie. Tijd om cadeautjes in te pakken voor lente. Ik heb allereerst dus dit setje. Met allemaal keukenspulletjes. Deze heb ik voor mijn oma gekocht om te geven. Ik heb een kikker. Lente vindt kikker heel leuk. Dus ik heb deze kikkerknuffel heb ik gekocht. Ik heb nog deze gekocht. Deze, ja, die kun je mee tekenen. Dan heb ik kleding. Ik heb dit shirtje van Disney. En dan in combinatie met dit broekje. Die is ook van Disney. Met stampertje. En ik zag deze combinatie dan wel helemaal voor me zo. Dat kun je dan leuk dragen. En als laatste heb ik nog een heel leuk rokje. Dus ik ga mooi even deze cadeautjes inpakken. En dan staat het klaar voor zaterdag.
cadeautjes voor de kleine meid mooi ingepakt. Dus dan heeft ze lekker wat te scheuren. Dus ja, dat was alles weer. Maar prima zo. Ik denk dat ze er wel heel blij mee gaat zijn. Zo, ik heb alles gered. 2 video's opgenomen. Nou moet ik nog even een handwasje doen zo. Ik heb net even wat buiten neergezet. Maar dat zal ik morgen wel even laten zien. Want het is nu toch aan het regenen. Maar dat komt ook in de IKEA shoplog. Maar dat heb ik altijd even naar buiten gebracht. Ik heb het eventjes allemaal even opgeruimd. Het was echt een beetje een bende. Maar goed, ik heb alles weer netjes opgeruimd. Dus op zich wel een lekker middagje zo. Ik ga zo eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks douchen en eten. Vanavond is het gewoon weer tijd voor Ik Weet Er Alles Van en de B&B Vol Liefde. Dan ga ik misschien nog Tropenjaren kijken, maar moet ik even kijken, dat weet ik nog niet. Ik moet sowieso een hele rits foto's bewerken vanavond. Ik ga lekker wel mijn serietje weer kijken. En sowieso ook weer eventjes flikken. Ik heb trouwens ook contact gehad met Philips en ze gaan opnieuw dat ding bestellen. En als het goed is, moet ik hem nu binnen een paar dagen hebben, want ik was er helemaal klaar mee. En ze konden elke keer maar niks ondertekenen. Dus ik had echt zoiets van, nou, ga nou gewoon maar echt even wat doen, want ik ben het nou gewoon zat. Dus ik ben heel benieuwd of het nu wel toekomt. Maar goed, dat moet ik eventjes afwachten. Als ik binnen 2 weken niks heb gehoord, dan moet ik weer contact opnemen. Dus dat gaan we even zien. Ik ga de batterij ook eventjes opladen en dan ga ik nu even lekker relaxen. En dan zie ik jullie gewoon morgen weer. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is 22 juli. Ik ben klaargemaakt en vandaag is de allerliefste lentejarig. Lente is 2 jaar geworden. Ze hebben vorige week aan haar gevraagd hoe oud word je. Toen was het 6. Nou, laten we dat nog maar even niet doen. 2 is al groot genoeg. Dus morgen is de verjaardag van Lente. Dus superleuk. Echt ook wel heel gek hoor dat ze alweer 2 is. Als je ziet wat ze nu allemaal kan. We zaten van de week even foto's te bekijken dat ze echt nog heel klein was. En niet dat ze nu super groot is, maar dat ze echt nog in de kruipfase zat en zo. Dat ze echt nog zo'n heel klein, ja, zo'n heel klein gezichtje. En nu zit er echt al zo'n heel uitstralingetje op. Niet dat ze toen geen uitstraling had, maar nu kijkt ze, nu weet ze echt gewoon ook al heel veel van, dat vind ik leuk, dat vind ik niet leuk. Ze kan dingen al heel goed aangeven van wel of niet. En het was ook zo schattig geweest. Ze zijn dus vorige week naar de Julianentoren geweest. En toen gingen ze dus op de uitkijktoren klimmen. En dan zit er op een gegeven moment zit een deur. Er staat ook privé op. Ik heb het idee dat de mascotten zich daar omkleden. Dus Nathalie, toen stond ze voor die deur. Toen zei Nathalie, ja, daar slaapt Jules. Zei ze, sst, Jules. Het is echt ja, super schattig. Zo leuk dat ze al zoveel komen. Het is al heel bijzonder, alweer 2 jaar. Ik ga zo meteen de slaapkamer doen. Dus daar ben ik wel weer even druk mee. Ik moet eventjes de cadeautjes in een tas stoppen alvast, zodat alles klaar staat. Ik word morgen vrij vroeg opgehaald, 10:15 al. Omdat ik eerst eventjes naar de stad moet. En dan gaan we daarna naar de verjaardag toe. Ik heb gisteravond weer Ik Weet Er Alles Van gekeken in de B&B Vol Liefde. Dus dat was verder prima, niet heel bijzonder. Ik heb mijn foto's bewerkt. Ik moet er nog even een paar nieuw maken. Die waren niet helemaal mooi geworden. Maar dat kan vanavond nog wel tenslotte lang licht. Ik moet zo even een was aanzetten. En ja, dat is de planning. Ik heb wel weer lekker ook mijn Netflix serie gekeken. En daarna flikken. Dus dat was wel heel mooi. Nou, bij Philips. Ze hebben me nu gratis iets opgestuurd. De bestelling is niet compleet. Ze hebben wel gratis, zeg maar, het mixertje opgestuurd. Maar ik heb ook het dekseltje nodig. Dus deze heb ik dan al wel. Ik heb nu het dekseltje ergens anders besteld, want ik heb van Philips mijn geld teruggekregen omdat het gewoon allemaal niet goed ging. Dus dat is wel netjes. Als het goed is komt het dekseltje morgen, maar deze heb ik dan in ieder geval weer voor niks gekregen. En dat dekseltje was ook het goedkoopste van allemaal. Dus ja. Ik ga nu even hier stofzuigen en de bakken eerst scheppen. En dan ga ik lekker de slaapkamer even ook... ik heb sowieso het raam al openstaan, maar dat alles eventjes lekker weer kan doorluchten. Want daar is het nog heel erg warm. Ga ik een wasje aanzetten en dan ga ik mooi eventjes aan de gang. Dus ik neem jullie wel weer mee. Dit was dus hetgene wat ik had buiten gezet. Wat ik bij IKEA heb gekocht. Een bistro setje met stoeltjes en 2 kussentjes. Dus deze had ik even mooi op het balkon gezet. Zodat ik daar ook een keer lekker kan zitten. Dus ja, ben ik wel heel blij mee. We'll be right back.
Ik ben lekker klaar. Het zweet staat wel echt dik op mijn hoofd. Mijn voeten zijn zo aan het ontvellen. Kijk hoeveel vel er afkomt. Ja, dat komt natuurlijk door de eeltsokken. Dus het begint nu wel goed te ontvellen. Mijn slaapkamer is weer lekker schoon. Ik heb Nathalie eventjes gebeld voor Lente's verjaardag. En het leukste nieuws kwam. Lente kan tante zeggen. Ze heeft het nog niet gedaan. Maar nadat ze het gaan we tante bellen. Ze zegt tante. Dus ik kan het gewoon. Hoe cool. Oh, ik vind dat echt zo leuk dat ze dat nu kan. Dus dat was leuk. Ze was ook heel blij met de cadeau. Dus ze gaan nu eventjes, gingen ze straks lekker pannenkoekjes eten. Boodschapjes doen. Ze zat aan de arretjescake. Dus dat was ook wel lekker. Ik heb het wel warm. Het was toch wel warm. Ik heb wel schoongemaakt met koud water. Maar je merkt toch wel dat het heel erg warm is nog. Ik ga zometeen even lekker relaxen. Dan ga ik straks douchen, lekker eten maken. Vanavond kijk ik weer, ik weet er alles van, in de BNB Vol Liefde. Ik moet even mijn nagels doen. Misschien ga ik nog even Fortnite met Nathalie. Dat hebben we gisteravond ook gedaan. Ze vroeg op een gegeven moment, wil je nog even meedoen? Dus toen hebben we nog even een paar potjes Fortnite gedaan. Op zich gingen we niet heel slecht, dus dat was wel heel leuk. Dus daar hebben we ons ook alweer mee vermaakt. Ik moet mijn video in elkaar zetten. Ik moet mijn blogpost schrijven. Dus ik ben wat dat betreft nog wel eventjes druk, maar dat geeft niet. Ik ga lekker mijn Netflix-serietje kijken en daarna lekker glad ijs. Die moet ik trouwens zo eerst even opnemen, ben ik vergeten, want die komt vanavond weer. Dus dat is eigenlijk de planning, dus niet heel veel bijzonders. Ik heb net even de cadeautjes in de tas gedaan. De laptop van Frank moet er nog even bij. Dus dan zijn we ook wel weer rond. Maar lekker weer mijn bed verschoon, is ook wel weer lekker. Dus lekker een schoon bedje. Ga ik ook weer lekker van genieten. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Want ik ga nu verder toch niks meer doen. Want ik ben het aardig zat. Dus mijn vader is inmiddels weer binnen. Die heeft hem uitgelopen. De vierdaagse, driedaagse. Dus dat was, dat was mooi. Dus die gaan dan ook straks geloof ik weer lekker naar huis toe. Want morgen hebben we natuurlijk de verjaardag. Dus, maar goed, ik heb jullie weer even bijgepraat. Ik ga nu even lekker relaxen. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede morgen op deze zaterdag, het is 23 juli. Ik ga me even klaarmaken, want het wordt zometeen opgehaald om naar Nathalie en Frank te gaan voor Lent haar verjaardag. We gaan eerst even mijn moeder wegbrengen, want wij moeten heel even de stad in. Het feest begint pas om 1 uur. Maar ik word 9:15 al opgehaald, omdat we ook wel wat drukte verwachten. En dan gaat mijn moeder daar nog eventjes helpen met wat dingen. Dan kunnen wij even de dingetjes doen die we moeten doen. En dan gaan wij ook straks naar het feest toe. Ik heb gisteravond gewoon weer de BNB Vol Liefde gekeken. En daarna maar eerst natuurlijk, ik weet er alles van. Er was een nieuwe man bij. Die mocht gelijk ook in het veld. Maar hij was alles kwijtgespeeld. Hij had net de verkeerde aangewezen. Dus ja, de finale ging niet echt heel erg lekker, zeg maar. Maar goed. Ik heb mijn haren dus even in de krul gezet, zoals je kan zien. Soms dan eventjes de krul eruit. Eerst even zorgen dat ik helemaal klaar ben. Dan kan ik zo nog even stofzuigen. Ik heb verder gisteravond de video in elkaar gezet. En mijn foto's. De laatste even bewerkt. Mijn blogpostje geschreven. Ja, dus dat was allemaal wel goed gelukt. Ik heb net de lenzen er even in gedaan, want het wordt toch nog best wel mooi weer. Het koelt in huis echt niet af naar lager dan 25. Ik krijg het op het moment niet lager dan dat. En daar baal ik best wel van. En vooral wanneer de ramen weer dicht gaan, dan krioelt hij weer naar de 25,5. Ik heb wel lekker mijn Netflix-serie gekeken, dus dat was wel heel leuk.
en glad ijs. En ik heb vorige week was er een dubbele aflevering, dus dan heb ik ook de twee laatste. Maar goed, die zal ik wel verdelen over twee keer, vermoed ik zo. Ik ga even klaarmaken. Ik ga jullie wel meenemen. Ik heb afgesproken, ik mag wel wat vloggen zolang er geen mensen in beeld komen die het niet willen. En uiteraard Lente niet. Maar dan konden we ook de beelden weer eventjes delen. Om na te zeggen, wel, ik vergeet gewoon altijd te vloggen op zo'n dag. En dat snap ik wel. Dus zo hebben we het afgesproken. We zouden eerst nog een potje Fortnite doen. Maar daar zijn we eigenlijk niet meer aan toegekomen. Want hun waren crashjes aan het doen. Nathalie en Frank. En toen was er eigenlijk niet heel veel tijd meer. Maar goed, ik ga hem even verder klaarmaken. Ik zal zo nog even mijn outfitje laten zien. Want ik heb het nieuwe jurkje aan van de Zeeman. Die shoplog staat nog niet online. Maar dan heb je alvast een sneak peek. Want die had ik dus gekocht. Dus ik ga dat even doen. Dan zie ik jullie later. Papa hangt ook nog steeds. Hi. Ah, leuk. Schattig. Hele leuke ballonnen met overal twee met vlaggetjes. Deze zijn ook heel erg leuk. Oh, kijk, deze is slim. Het is een dino. Hij heeft net zichzelf uitgekozen. Happy birthday. Hallo liefje, jij bent er ook. Oh, kijk, allemaal Peppa. Hoe gezellig. Heel veel kaartjes ook. Volgens mij is dit het cadeau die ze heeft gekregen. Hoe schattig. Dus ja, daar hebben wij natuurlijk de cadeautjes voor gekocht. Heel erg leuk geworden zo. Oh, je bent aan het snuffelen. Ja, waar is je vriend dan? Is ik alleen draak? Ja, je bent draak, hè? Hi, draak. Waar is je vriendje Dino? Waar is Dino? Afgetraaid haar gemaakt. Jij bent slagroom aan het kloppen. Ja. Wil je wat zeggen over je nieuwe haar? Het is verpest. Oh, wat vind jij van haar haar? Mooie kruik. Zo short. De stemming zit er al in. Sorry? De stemming zit er goed in, toch? Ja, dat weet ik. Mijn haar is gewoon korter dan de bedoeling was. Ja, ik kan er niks aan doen. Ja, je kunt het er niet meer aan plakken. Maar gelukkig kan een stukje van jou leven. Maar het is ook dood, dus... Ik zal wel even... Nee, doe maar niet. Nee, doe maar niet. Nee, leuk versierd, man. Kun jij zo meteen even dit benemen? Dit is voor de cupjes. Ja, helemaal top. Ga ik meenemen. Gezellig. Peppa Pig. En de suiker. Oh, ik ga even de camera uit doen, want ik moet showen. Ook gezellig versierd met een tuinfeest. Allemaal leuke vlaggen en confettiballonnen. En nu ga ik even kijken, want laat die geen slagroom spuiten, zei ze. Jultje is ook aanwezig. En waar ga je de slagroom nu op spuiten? Op de kwark. Op de kwark. Jij gaat even bonen bijvullen. Ja. Moet ook gebeuren. Mooi. Wat is het? En hoe vind je het nou dat Lente 2 is? Ja, emotie. Emotie. Ja. Hij neemt het niet serieus. Ja, maar hoe vind jij het Lente 2? Ze wordt heel snel groot. Ja, dat vind ik ook. Het is weer
Met je vinger erlangs. Lekker. Het is een emotionele dag. Ja, lekker. Het is altijd wel lekker vers slag. Ja. Nou, het uiterst precies werkje. Oh ja, dat is je nieuwe slagroomspuit natuurlijk van je verjaardag. Yes. Vind je hem fijn? Ik weet niet, heb je hem al vaak gebruikt? Dit wordt de tweede keer. Ja. Zo. Nou, laat maar zien hoe dat gaat. Lukt het, dames? Ja, dit is een uiterst precies werkje, hè? Ja, dat is niet zo. Het goede dopje erop. Oh, dat is vervelend. Maar schattig, ja, toch? Ja, ja. Schattig kaartje. Maar hij moet nog iets harder gaan kloppen, denk ik. Ja. Ja? Ja? Dan te kijken hoe jij uitpakt. Ik doe alleen haar armpjes staan erop. Ja, ja, deze oogje. Wat goed. Ik hoop dat je genoeg batterij hebt. Want, ik heb een extra batterij bij. Met dit niveau uitpakken, dan haal je batterij het niet hoor. Ja, ik heb een extra batterij mee. Ja, ik moest dat even gewoon met dingetjes even opruimen. Heb ik ook gezegd tegen mijn maag. Dus mij gaat zo verpruimen. Ja. Tante is ook wel benieuwd wat erin zit, Lente. Serieus? Ja, hè? Vind je het mooi? Mama, een klein beetje helpen. Heel mooi. Ja? Pas wel heel goed bij je ogen. Ogen komt heel weer hard. Ja, zeker met zoeken. Nee, maar ik heb je bent ook zo'n lelijke jongen af en toe. Je hebt toch ook niet zo'n vitale plek op je ogen? Daar hoef je ook niks over te zeggen. Nou. Maar nee, het is tink, het is tink. Ja, ik jij kan het wel heel goed hebben, maar ik moest wel even wennen, want ik dacht wel ineens van ja, maar ik ook. Hij zit vastgeplakt aan je vingertje. Ja, maar. Ik moest ook eventjes... Dat hebben ze goed vastgeplakt in de winkel, Lente. Kijk, als we nou hier... Een openingetje maken. Dat is toch plakband. Kijk, zal ik hem even andersom? Dan kan je naar je tas scheuren, dat is misschien handig. Hey, wat staat erop voor dier? Wat is dat? Een aap. Hoe heet die? Aap? Wat dan? Aap. Zeg maar, tante. Nee. Nee, dat is niet tante. Tante is niet een aap, hè, Lente? Tante is niet een aap, hè? Ik had al de vaatwasser wat gevuld. Zet anders maar neer, dan komt het wel, hoor. Ja, dat kan wel. Hey. Alles kan. Zeg dan, tante. Nee, dat is niet tante. Opa. Ze zei gisteren wel tante. Opa. Want ik belde Antje. Ik zei, we gaan tante bellen. Zei ze, tante. Dat is opa. Ja, zeg maar. Opa. Opa? Of papa? Sorry? Oh. Heel goed. Ze hebben hem strak vastgemaakt. Dat is ook voor je autoslot en zo. Kijk hier, hier kan je schudden. Ga hier maar schudden. Voor je autoslot ook, toch? Misschien moet hij daar even verder gedraaid maken. Nee, 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 maar jij helemaal hebt het niet. Gekocht voor je autoslot. Kom maar open. Open helpt het. Wow. Wow. Zo, hé. Hey. Er zijn pootjes gaan weer omhoog hoor. Nee, nee, nee. Gezichtje staat er niet op, alleen voetjes. Nee, maar ze zit zo mooi van, kom maar door hier, met oma, het filmen. Kan jij het papier maar bij je? Kijk hoe schattig die voetjes ook. Ja, weg voor u. We zijn nu niet papier. Zij kan dat nog met die voetjes vooruit. Ja, dat kunnen wij niet meer doen. Ja, als je lang uit op de bank ligt, maar... Ja. Ja, dat is de trop van papa. Ja, die gaat papa allemaal lekker opruimen. Papa gaat straks buiten stofzuigen. Ja. Net als de buurvrouw vroeger. Ja. Moet papa net doen als Stoffie, hè? Moet hij met Stoffie. Ja hoor. Uh-oh. Dat is mooi. Ze moet er al een lap groot. Nee, ze is er nu heel erg mee bezig. Oké. Okay. Leuk. Wat voor dieren zie jij? Een koe. Cool, heel goed. Ja. En die? Padden. Konijn is dat. Mos. Wat is dat? Aap. Nee, dat is niet een aap. Aap. Dit is een paard. Aap.
Gisteren waren we er ook mee bezig. Eentje. Ah, poes. Ja. Is een kip. Mooi. En dat is, wat is dat? Die weet je wel, hè? Eentje, wacht. Die. Ja, die is een? Kijk. Het is een kip. Slapen. Slapen? Dat is een eend. Ja, eend is kwak. Weet je wat ze gisteren zei? Ze zat in het bij het pand. Kijk of het gaat met een... Opdraaien, denk ik. Ja, ja, nou, ik kan het ook nog. Wel breekbaar. Het is breekbaar. Ja, oh, breekbaar. Volgens mij heb ik wel een goede doel. En anders geeft het niet. Ja, die, dan maakt het niet uit. Soms praat ik ook plat. Nou. Ik kan het wel. Wat gast. Nou, oh, ik heb wel zo'n vermoeden. Wat ik, ja, die vond ze helemaal top. Die mag mee. Oma. Oh ja. Ja, jij bent van het papier. Tante heeft hier een tas, daar past het ook in. Nee, want daar zitten cadeautjes in. Daar past niks in. Is het ook echt... Oh, sorry, ik mag niet uitpakken. Ik wilde bijna trekken, omdat ik zo nieuwsgierig ben dat ik het... Ja hoor. Oh, wat leuk! Wat een jeugdsentiment dit! Die hadden mama en tante vroeger ook. Oh, geweldig! Oh, die wil ik! Lente! Wauw, lente! Oh, wat leuk! Heel goed! Nou, wat goed van jou. Ja, ja, want je mag uitpakken. Ik ben wel eens wat aan laten zien op mijn vlog en dan komt ze met een knuffel. Ja. Dan wordt je ook in beeld. Oh, super! Nu mag je uitpakken. Lieverd, het is voor jou. Hem aan jou gegeven. Jij mag hem uitpakken. Het is een cadeautje voor jou. Ja, we hebben hem helemaal goed gezien nu. Nu mag je uitpakken. Kijk, heeft tante weer strak uitgepakt? Doe jij maar scheuren. Dankjewel, Frank. Hallo! Hallo. Hey, Toen! Gefeliciteerd, docenten. Ja, jij ook. Hoe is iedereen? Goed, maar slechte mensen gaat altijd goed. Dus ja, altijd goed helaas zijn. Wel. Ja, helaas wel, hè? Ja. Lente dus denkt dat, nog meer cadeaus. Dat blijft wel doorgaan dan. Ja. Hé, hey, kijk. Wat, weet je wat dat is? Een vlinder. Is de... Ja. Weet je dat ik zelf al niet meer weet? Ja, ik weet niet wat hier precies in zit. Ja, lekker fiets, maar... Dus voor tante is het ook een verrassing. Dat is wel op de fiets. Dank je wel. Geen mij, ik houd het wel in de tas. Ja. Ik heb nog, schat. Ik heb nog wat opgesteld van Jozef. 0.0 raad, dat staat er ook, ja. Van, ja, gewoon van de Lidl of dat? Ja, ja. Hi, Tijn! Oh, hoe heet ze? Oh, wauw. Een mooie rok. Achter me, dat is... Ik kan nog één wezen. Wat? Ja. Wat moet ik doen? Hap. Oh, ik moet helpen. Oh, ja, joh. Ja, open, ja. Open, ja. Moet je zachter met oma doen, hè? Oma gaat straks op de wang leggen. Is het goed, hè? Ja. Volgens mij zijn die zo excited wat erin zit, dat ze het uitpakken, dat ze denken, nou, dit duurt veel te lang. Ja, goed uitpakken. Kijk, gaan scheuren. We zijn er heel beter mee. Oh, die komt volgende week helemaal goed van pas. Ik zie hier ook wat het is. Daar mag je blij mee zijn, toch? Mooi, Lente. Een zand- en watertafel. Goed zo, goed laten zien. Ja, met de camera. Ja, we hebben het heel goed op beeld. Nu mag je. Ja, heel goed. Zo, nu maar pakken. Nu mag je uitpakken. Nu mag je hem uitpakken. Scheuren. Je weet al helemaal hoe het werkt met die camera. Jongen, jongen. Ja, Lente wordt ook vloggen later. Niet met je handen vol, want dan kan ik niet vloggen. Dat is echt een bakker, jij. Wat zeg je?
ben inmiddels weer terug thuis. Het is echt bloedheet. Ik heb het ook zo warm gehad vanmiddag. Ik zal jullie nog even laten zien hoe het jurkje zat. Daar ben ik niet meer aan toegekomen. Omdat ze al wat vroeger waren. Maar het jurkje, dit is het jurkje dus wat ik had gekocht. Die ik dus aan heb. Heel leuk jurkje. Ik heb mijn schoenen inmiddels uitgedaan. Ik heb zere voeten. Maar die zag er zo uit. Vandaag zou het dekseltje bezorgd worden voor mijn opschuimer. Die is bezorgd, zegt hij. Maar het pakketje is nergens te vinden. Echt helemaal nergens. Dus ik heb echt geen idee waar die is. Verjaardag was super geslaagd. Maar jullie hebben de beelden een beetje kunnen zien. Lente weet helemaal hoe het werkt. Ze laat het helemaal zien. Het is echt fantastisch. Het was echt een geweldige verjaardag. Ze is echt onwijs verwend. En volgens mij heeft het ook echt hartstikke leuk gehad. Wat we in de stad moesten doen is helaas niet gelukt. Ik ben wel even langs de Pandora gegaan. Want ik heb daar even twee clips gehaald. Ik moest even twee clips hebben voor mijn armband. Of moest, die wilde ik even hebben. Want dit is gewoon een beetje lastig. En ik heb daar deze twee clips gehaald. Ze kunnen dan om de armband. Maar dat laat ik wel even zien als ze door hem omheen zitten. Mijn moeder had nog even bij de Action zo'n aloe vera face wash meegenomen voor mij. En eindelijk, Wildflowers, het oogschaduwpalet van de Action. Eindelijk was hij er. Heeft heel lang geduurd, aangezien er alweer twee nieuwe zijn aangekondigd. Dit zijn de kleuren, prachtig paletten. Dus hier ben ik ook wel weer echt super blij mee. Frank die was zo blij met zijn laptop dat hij me een cadeaukaart heeft gegeven van de Action. Hoe super lief. Ik heb een cadeaukaart gekregen van 10 euro omdat ik zijn laptop heb gemaakt. Daar ben ik ook echt super blij mee. Vond ik super lief. Had natuurlijk niet gehoeven, maar wel heel lief dat hij zo dankbaar was. Dus daar ben ik echt heel blij mee. Ik ga nu in ieder geval eventjes lekker douchen. Dan ga ik even wat eten bestellen en dan ga ik eventjes lekker rusten. Vanavond ga ik de vlog zo ver mogelijk alles in elkaar zetten. Ik kijk even het jachtseizoen en ik denk nog even een Hudson en Rex. Verder ga ik eventjes lekker nog even een spelletje doen. Ik moet sowieso eventjes... Ik wil sowieso even mijn Netflix-serie verder kijken. En Roze Geur en Wat Klein. Dus dat wordt verder ook de avond. Het was in ieder geval een superleuke dag. Nu ga ik lekker uitrusten. En even nagenieten nog. En ik zie jullie dan gewoon morgen weer. Goedemiddag op deze zondag. Het is 24 juli. Ik zit even lekker op de bank. Oh, ik was gisteravond best wel heel erg moe. Ik lag op een gegeven moment in bed en ik voelde me ook niet helemaal lekker. Dus toen ben ik ook maar gaan slapen. Maar ik ontdekte gisteren ook na het douchen dat ik een zonneallergie had op mijn voeten. Er zaten allemaal rode bultjes op. Ik voel ze ook nog steeds. Als ik over mijn voeten heen wrijf, voel ik ook echt die bultjes nog. Je kunt het nog een heel klein beetje zien. Even kijken of ik het beeld kan brengen. Kijk, je kunt echt nog een heel klein beetje de bultjes zien zitten. Ik heb hier bijvoorbeeld gekrapt. En ja, dat jeukte heel erg. Dus ik heb er crème op gedaan van Dolf. En dat hydrateerde heel goed. Het jeukt niet meer gelukkig. Maar gisteravond had ik er wel heel erg veel last van. Maar ik had lekker even eten besteld. Het was wel fijn. Ik heb het voor mijn gevoel een heel rood gezicht. Maar ik weet niet hoe het komt. Dat was allemaal wel lekker. Toen heb ik het jachtseizoen gekeken. Er kwamen er twee, want volgens mij beginnen ze met de herhalingen van het eerste seizoen. Nou, die heb ik ook nooit gezien. Ik heb er eentje gekeken met Kjeld Nuis en Irene Woest en die hadden het gehaald. Toen heb ik Hudson en Rex gekeken. Dat was ook wel een hele spannende uitzending. Toen heb ik de vlog voor het grootste gedeelte al klaargemaakt. Toen ben ik mijn Netflix-serie gaan kijken en daarna Roze Geur en Wodka Lijm. Maar ik merkte dus best wel dat ik moe was. Het was ook echt wel heel gezellig. En Lente was al lekker aan het spelen met al haar speelgoed wat ze had gekregen. Ze was echt heel goed verwend. Dus ja, dat was allemaal wel, wel fijn. Ik ga zo even heel goed stofzuigen hier. Ik heb echt een afwas staan tot de mat. Die moet ik vanavond even wegwassen. Ik ga zometeen eventjes goed stofzuigen. Dat heb ik gisteren niet meer gedaan. En ik moet even de groenten afhalen. Misschien dat ik nog even diamond beten en ik moet foto's maken. Dus dat zal ik straks even laten zien. En ik ga zo meteen ook eventjes alvast de bedels om mijn armband doen. Dus dat is even de planning. Ik neem jullie gewoon wel weer mee. Dus ik zal straks sowieso even de fotospullen laten zien. En even laten zien hoe ik de bedels om de armband doe. Dus dat is voor nu even de planning. Nou, ik heb hier even de armband. Hier zit een schroefdraadje. En daar gaat dus zo'n
slotje overheen. Zo zal ik even pakken. Even openmaken. Als het een beetje makkelijk gaat, want dat meisje deed natuurlijk met een tangetje. Nee, niet doen. Duurt even, maar ze zijn open. En dan leg je het slotje ertussen. En klik je hem dicht. Dan doen we deze ook. Deze gaat iets moeizamer dicht. En dan zitten de clips eromheen. En nou kunnen de sieraadjes nergens meer heen. Dus dat is wel heel fijn zo. De fotospullen. Ik heb hier een Applicious handcreme. Ik ben wel heel benieuwd naar deze. Of deze een beetje fijn is in gebruik. Ik hou van handcreme. Ik heb hier een Sensitive Eyeliner van Catrice. Daar ben ik ook wel benieuwd naar. Dan heb ik hier de Make Beauty Fun collectie. En daar komt een nog aparte video ook van online. Ik heb hier allereerst de twee plumping lipglossjes, de mascara, de topcoat, het oogschaduwpaletten. Oh, staat hij nog een beetje scherp? Nee. Het oogschaduwpaletten dus en de highlighter. Dus hier ga ik nu mooi eventjes foto's van maken van deze spullen en dan komt van deze collectie dus ook nog een aparte video online. Daar ga ik nu even mee aan de gang. Deze had mijn moeder meegebracht. Ik had hem van mijn oma, maar die was al vrij snel kapot en mijn moeder gebruikte hem niet. En ik vind die heel fijn, dus die had ze ook even mooi meegenomen. Ik vind deze heel fijn met dweilen ook. Zo, hier is het eten inmiddels weer op. Ik heb de groenten afgehaald, ging allemaal wel goed. Ik heb niet meer de diamond painting gedaan, want ik moest echt nog even wat dingen opruimen. Het was best wel een bende, dus toen ben ik gewoon lekker foto's gaan maken. De clip zetten om de armband ben ik wel heel blij mee. Maar op zich was het zo ook een prima middagje. Gewoon lekker een beetje relaxed. Ik heb even lekker gestofzuigd. Baalde alleen een beetje. Ik had mijn tas uitgezogen en toen zag ik een dopje op. Dus toen moest ik eventjes de zak zeg maar uit de stofzuiger halen, maar die heb ik inmiddels weer eruit gehaald. Dus dat was eventjes minder, maar goed, hoort er soms bij. Ik ga zo even lekker relaxen, dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond ga ik... Ik heb volgens mij geen bevallen met Bobby meer. Dus ik ga gewoon eventjes kijken naar... even goed nadenken. Obies. En Chateau Meiland. En dan ga ik daar wel eventjes naar kijken. Ik wil sowieso mijn nagels even doen. Ik ga foto's voor mijn blogpost eventjes bewerken. Ik denk nog even wat nieuwe boeken op de e-reader zetten. Want ik heb er weer een aantal binnen. En verder gewoon lekker rustig aan. Mijn Netflix serietje kijken. En sowieso weer lekker flikken. En sowieso ook nog wel even gamen. Dus dat wordt ook de avond. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Want ik ga nu verder toch niks meer doen. Want ik vind het mooi geweest. Ik ben zat. Ondanks dat ik niet veel heb gedaan. Merk je gewoon dat ik altijd even bij moet komen van zulke leuke dagen. Maar dat komt helemaal goed. Tweede ventilatie staat hier ook aan, dus als het goed is wordt het morgen een stuk minder warm, dus dat is ook al wel fijn. Maar goed, ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze maandag. Het is 25 juli. Ik ben klaargemaakt. Ik heb alles openstaan, want het is iets afgekoeld. Ik zal eens even kijken hoeveel graden het nu is. 23 en geeft buien aan. Dat betekent wel dat ik zo even de stoelkussentjes binnen ga halen. Het is in ieder geval iets afgekoeld. Het is binnen 27 graden. Dus ik heb dus mooi alles openstaan. Omdat het dan mooi kan doorluchten.
Ik merk ook heel erg dat mijn lichaam begint te protesteren, deze temperaturen. Het is zo warm, mijn huis, het koelt bijna niet af. Ik merk gewoon aan mezelf dat ik veel last heb van hoofdpijn. Ik heb nu ook gewoon heel erg buikpijn, dat heeft niks met de hitte te maken. Maar gewoon dat ik me gewoon niet helemaal lekker voel met de hitte. Maar goed, als ze tegen mij zouden zeggen, morgen is het herfst, zou ik zeggen top. Maar goed, het is nog even roeien met de riemen die we hebben. Zo zien de clips er dus uit als ze erom zitten. Ik heb er hier dus eentje zitten. En daar. En het is wel heel fijn, want ik merkte gelijk dat het met omdoen een stuk makkelijker ging. Dus dat was wel top. Ik heb mijn nagels gisteren gedaan. Dat is deze kleur van Max & More. Kijk hoe lekker fel. Dit is de 448 Kiss & Tell. En ik vind hem echt heel leuk. Ik heb gisteravond wat dingen teruggekeken. Ik heb allereerst gekeken naar Obese. Dat was ook de laatste uitzending. Was ook wel weer een mooie uitzending. Daarna eventjes naar de Meilandjes. Ik kijk het tot zover ik het niet heb gezien. En als dan alles begint wat ik heb gezien, dan stop ik ermee. Ja, ik ga het niet herbekijken, maar goed. Ik heb foto's bewerkt. Ik moet nog even één nieuwe maken. Het is nog niet helemaal af. Maar dat komt omdat mijn laptop ook wat protesteert, omdat hij eigenlijk even leeg moet. Maar ik zou eigenlijk de laptop van mijn vader gaan doen, maar die was hij vergeten mee te nemen. En ik had eigenlijk mezelf een beetje voorgenomen van als je die laptop dan klaar hebt, omdat het ook weer met Windows is, kun je je eigen laptop wel even gaan doen. Ik ben bang als ik hem nu ga doen en ik moet weer nog wat nieuws bijvoorbeeld downloaden voor de laptop van mijn vader, dat het dan weer heel traag wordt. Maar goed, ik heb wel lekker mijn Netflix-serie gekeken en flikken, dus dat was op zich wel goed. Ik ga hier nu aan de gang, want de kattenbakken moet gedaan worden. Ik ga even de kussentjes binnenhalen. Ik heb straks nog een grote was op te vouwen en ik moet er even één aanzetten. Dus ik ga jullie gewoon weer meenemen. Maar ik moet zeggen, ik moet er echt eventjes wat energie voor vinden, want ik merk echt dat mijn energie een beetje laag is. Dus daar ga ik nu eventjes mee aan de gang. Nou, de was is weer weg. Ik heb alles weer schoon. Ik vond het wel zwaar, moet ik zeggen. Ik had het toch wel heel erg warm. Nu komt de zon ook weer wat meer op. Ik heb inmiddels de tweede ventilator hier ook neergezet. Ik had voor de zekerheid de kussentjes even binnengehaald, maar er is geen bui gevallen. Dus ja, ik vond hem wel weer even pittig. Maar goed, ik heb hem vandaag weer gehad. En dan morgen is het toch niet heel druk. Ja, gewoon boodschappen doen, maar... Oeh, ik moet zo meteen even bijkomen, want merk gewoon dat het er allemaal even inhakt. Ik merk ook gewoon dat ik nog wel een beetje moe ben van het weekend, zeg maar. En dat ik gewoon altijd even nodig heb om een beetje van bij te komen, maar het komt alweer goed. Ik ga nu zo even lekker relaxen, dan ga ik straks douchen en eten. Vanavond kijk ik weer, ik weet er alles van in de BNB Vol Liefde. En ik denk daarna even, tenminste houdbaar tot, was ook de laatste aflevering. Ik wil even de boekenvideo in elkaar zetten. Nog even één nieuwe foto maken. En dan moet de blogpost afgemaakt worden. En daarna ga ik lekker mijn Netflix serie kijken en flikken. En ik moet een nieuw boek uitzoeken. Dus dat is eigenlijk voor nu even de planning. Ik ga Leon ook gewoon morgen weer zien. Want ik ga nu echt verder even niks meer doen. Dan even bijkomen. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze dinsdag. Het is 26 juli. Ik ben klaargemaakt. Ik moet alleen nog even een lippenstiftje opdoen. Mijn coach appte dat er een afspraak uitviel of ik eerder kon. Dus we hebben 12:15 afgesproken. Dus kan ik zo mooi nog even stofzuigen en de tassen pakken en even de kattenbakken scheppen.
Ik heb gisteravond, ik weet er alles van, gekeken in de BNB Vol Liefde. Nou, ik heb het al een beetje aangegeven. Ik ben minder enthousiast als vorig jaar. Komt ook gewoon, ja, de kandidaten zijn gewoon ook, ja, zijn natuurlijk andere mensen. Maar goed, ik wil het wel gewoon afkijken. Ik heb een topcoatje over mijn nagellak heen gedaan. En dat is die topcoat van 20 jaar Essence. Daar komt dus nog een aparte video over online. Dat vond ik wel leuk. En ik vind het effect wel heel leuk, want hij heeft dus een glittertje. Waardoor het effect nu heel anders is op mijn nagels. Hoe is het met mijn zonneallergie? Het jeukte weer veel meer gisteravond. Dus betekent echt dat ik nog even goed moet blijven smeren. Verder heb ik gisteravond nog eventjes de allerlaatste, tenminste haalbaar tot, gekeken. Toen ben ik mijn video in elkaar gaan zetten en heb ik mijn blogpost geschreven. Nou ja, was het tijd voor mijn Netflix-serie die heel spannend was. En een spannende aflevering van Flikken. Ik zat er net lekker in. Toen was er ineens, wordt vervolgd. Ik dacht, shit, dat vind ik wel jammer. Ik heb een shirtje aan van de Primark, die ik de laatste keer heb gekocht, die shirtje. Ik ben een nieuw boek begonnen. Dat is ook wel weer leuk. Dus eigenlijk een prima avond gehad. Ik ga nu even stofzuigen en eventjes de kattenbak schippen en de tassen klaarzetten. En dan komt mijn coach straks. Mijn DHL is mijn pakket kwijt. Afgelopen zaterdag zou het dekseltje voor mijn melkopschuimer geleverd worden. Ik kwam thuis, er was geen pakketje en volgens de app is die afgeleverd. Ik heb contact opgenomen met DHL en ook met het bedrijf waar ik besteld had. Volgens DHL gebeurt dit vaker dat ze het op afgeleverd zetten en dat het pakketje later alsnog komt. Maar ja, ik heb gisteren ook niks gehad. Dus ik dacht, ik ga toch eventjes een berichtje sturen. Uiteindelijk gaan ze dus nu een onderzoek starten. Dus ik hoop wel dat die weer boven komt. Want ik ben het gewoon zat. Ik wil mijn cappuccino weer. Dus ja, ik ben geen fan van DHL, laat ik dat zeggen. Want ik hoor deze verhalen zo vaak. Ik hoor zo vaak, zie ik op Twitter ook, dat er zoveel problemen zijn met DHL. Dat mensen thuis zijn, dat er dan gewoon geen pakket geleverd wordt. En dat hun zeggen, we zijn geweest. Of dat er een niet-thuisbriefje in de deur zit terwijl ze thuis zijn. Dus ik denk echt dat DHL daar wat anders aan moet gaan doen. Of dat bedrijven niet meer moeten samenwerken met DHL. Want dit is echt prut. Maar goed, ik ga even de boel doen. Ik zal jullie nog eventjes meenemen met boodschappen doen. En dan zie ik jullie later weer. Terug van de boodschappen. Ik zal even laten zien wat ik heb gekocht. Ik heb allereerst ijsjes gekocht van Dubbel Fris. Die waren nu in de aanbieding bij de Boni. En die leken me wel heel lekker. Daar heb je appel, perzik en framboos cranberry. Ik ben wel heel benieuwd. Ik ben zelf heel dol op Dubbel Fris. Ik heb weer even kattenpoep gekocht. Spekjes. Afwasmiddel. Slavinken meegenomen. Snijboontjes, die kunnen zo gelijk de frietje erin. Frikandellen. Een aantal pakjes kuppensoep, want die was in de aanbieding en die gaan best wel hard voor mij. Toch nog even een flesje frietsaus, want die was nu bij de Plus in de aanbieding. Ik moet maar alweer eentje aanbreken, dus dan staat dat alweer mooi klaar. Verder. Bonen bij Lidl gekocht, Plus had helemaal niks, dus ik heb ze bij Lidl meegenomen, ze waren nu ook in de aanbieding. Een schnitzel, een pakje pennen, die had ik nu met de bij de kortingsbonnen. Dit zijn gekleurde, dus ik ben wel benieuwd. De patatjes, voor donderdag heb ik kiphaasjes gekruid. En een pakje chocomel, dus dat was alles. Ik heb niet zo heel veel gehaald, want ik had ook nog wat dingen in de vriezer, dus dan maak ik het eerst even op.
Ik ga dit even opruimen en dan ga ik nog even Diamond painten, want het is nog vrij vroeg, dus dat kan ik nog mooi even doen. Dus dat heb ik allemaal mooi weer binnen, dus tijd om eventjes op te ruimen. Dus dat ga ik even doen. Zo, de katjes hebben net lekker gegeten. Het is hier wel gelijk weer overal haar, want ze hebben een beetje lopen spelen. Ik heb alle boodschappen opgeruimd, nog even heerlijk lekker Diamond paint. Ik ben nu met heel veel blauwe kleurtjes bezig. Dus op een gegeven moment komt het blauw een beetje mijn ogen uit, zeg maar. Dan ja, lichtblauw, donkerblauw, allerlei soorten blauw. En dit zijn gewoon even de moeilijke stukjes. Maar ik heb wel weer even lekker van genoten. Even lekker muziekje erbij aan. Dat is altijd wel even ontspannend. Ik moet zeggen, het was ook vrij rustig in het centrum. Je merkt wel dat het vakantie is, dat veel mensen weg zijn. Dus dat was op zich wel lekker. Raam staat hier al een tijdje open om het lekker door te laten waaien. Ik weet niet of het daadwerkelijk ook wat doet. 25,5. Ja, doet wel iets. Want het is buiten 19 graden. Mijn coach zei, ja, het is best wel fris. Ik zeg, ja, maar ik kom uit een warm huis waar ik het echt bloedheet heb. 19 graden. Ik ga zo even lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten maken. Vanavond weer, ik weet er alles van in de BBB Vol Liefde. Misschien nog even een afleveringetje van Tropenjaren. Ik ga de vlog verder afmaken. Ik moet mijn foto's bewerken. Ik ga sowieso lekker mijn Netflix serie kijken. En het vervolg natuurlijk van Flikken. Dus verder eigenlijk niet heel veel spannends of zo. Ik ga bij deze de weekvlog afsluiten. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, er staat een rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt, krijg je een melding zodra er een nieuwe video online komt. Vond je deze video leuk, doe zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video weer te mogen zien. Doeg!